Grote verslagenheid op het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede na het plotseling overlijden van een leerling. De 14-jarige HAVO-scholiere Julie overleed zondag aan de infectieziekte meningokokken. Bij ouders, klasgenoten en andere leerlingen leven veel vragen over de ziekte. De GGD heeft hen daarom een informatiebrief gestuurd en zegt dat de kans op besmetting in ieder geval klein is. De kans op overdracht is erg klein, maar desalniettemin omdat het ziektebeeld zo ernstig is, willen we altijd proactief wel maatregelen nemen. Vaak begint de ziekte ook een beetje met vage klachten. Met koorts of niet lekker zijn. En kan het heel snel gaan. Maar in de meeste gevallen merken mensen helemaal niks van de bacteriën. Draag je het gewoon bij je zonder dat je er iets van krijgt. De GGD vraagt leerlingen wel om alert te zijn op klachten die wijzen op de ziekte. Zoals hoge koorts, sufheid en een stijve nek. Buren van kinderopvang Jolie in Utrecht verbazen zich niet over de striptease die er heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde eerder dit jaar op een verjaardagsfeestje van een van de medewerkers. Op dat moment waren er ook kinderen in het gebouw. Volgens buren worden er wel vaker luidruchtige feestjes gehouden. De GGD spreekt van grensoverschrijdend gedrag en de kinderopvang geeft vanmiddag een verklaring. Op het Janskerkhof in Utrecht is vannacht een fietser geschept door een auto. De vrouw raakte zwaar gewond. Het slachtoffer werd ter hoogte van de taxistandplaats aangereden. Ze kwam tegen de voorruit van de auto aan en belandde meters verderop op de grond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de provinciale weg bij Kokkengen wordt vandaag de eerste zogenoemde energieweg van onze provincie geopend. Op het wegdek van de N401 zijn zonnepanelen geplaatst die energie moeten opwekken voor ongeveer 2,5 huishoudens. Het gaat om een proef van 2 jaar. We testen de opbrengst, we testen of het blijft liggen, of het niet kapot wordt gereden door het verkeer. We testen of het glad wordt in de winter. We willen ook gaan onderzoeken of we ook het wegdek kunnen verwarmen in de winter via de zonnecollectoren. Om zo te zorgen dat we niet meer hoeven te strooien en dat maakt de weg weer veiliger. Dus minder ongelukken in de winter. En als de proef slaagt, dan kan dat volgens de provincie een belangrijke slag zijn in de strijd tegen fossiele brandstoffen. In Nieuwegein is vannacht een motor in brand gevlogen. Het voertuig stond tegen een boom in een parkje naast een sportschool in de Hildo-Kropstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de motor was niet meer te redden. De politie gaat uit van brandstichting. Anti-pesttrainingen op basisscholen hebben vaak helemaal geen effect. Dat blijkt uit onderzoek van 5 universiteiten en het Trimbos Instituut in Utrecht. Vooral de kanjertraining, die op 2500 scholen wordt gebruikt, helpt amper. Onderzoekers adviseren de onderwijsminister om anti-pestprogramma's niet meer verplicht te maken voor alle scholen. Krijgt u nog het weer? De zon en regen wisselen elkaar af. In de avond kans op een onweersbui en het wordt zo'n 25 graden. Tijdens de nacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 16. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.